FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Broekhuis. Het zijn bijzondere dagen voor Denzo Casius. Vrijdag tegen Jong Ajax bezorgde hij FC Volendam in extremis een punt door met een volley de 4-4 binnen te schieten. Maandag wacht een confrontatie met Jong FC Utrecht, de club waar hij onder contract staat. Ik kan me natuurlijk bewijzen. En je speelt tegen jongens waarmee ik heb getraind en heb gespeeld, dus dat is altijd leuk. De Rusbek verwacht een zwaar duel met de Utrechtse beloften. Nou, je speelt weer op hun veld. Het is een klein veld, niet al te beste gasmat, dus voetballen zal lastig worden, maar we moeten het wel gaan proberen. Het is altijd een lastige tegenstand, alleen weet ik niet wie er gaan spelen en wat voor elftal ze gaan opstellen. Dus, Casius zag vrijdag een FC Volendam met twee gezichten. Ja, de eerste helft natuurlijk heel slecht. Je krijgt er 4 tegen en tweede helft speel je veel beter, creëer je veel kansen en dwing je die 4-4 nog af, denk ik. Toen de bal in blessuretijd voor zijn voeten kwam, was er maar één keuze, uithalen. Ja, laatste minuut geloof ik, afgeslagen corner komt bij mij en ik kan eigenlijk niks anders dan schieten en ik schiet hem erin. Het was voor Casius alweer zijn 5e treffer. De aanvallende bek is tevreden met zijn prestaties tot nog toe. Ik denk dat ik het prima doe, alleen de laatste tijd iets mindere periode en dus daar moeten we weer overheen zien te komen. De wedstrijd Jong FC Utrecht FC Volendam is maandag live te zien op ESPN2 en te volgen via Twitter-account @FCVolendam en de story op Instagram. De aftrap op Sportpark Zoudenbalg is om 8 uur.